elk verhaal is manipulatie. Elk verhaal is selectie. Als ik een boek schrijf, ben ik ook aan het manipuleren. Wij zijn nu ook aan het manipuleren. Want het licht staat op een bepaalde manier op ons. Dat ze misschien heel veel make-up knapper lijken. Ja. Dus ik heb wel eens berekend. Ik heb 250 uur Expeditie Robinson gezien, kwam ik laatst achter. Okay. Ik denk dat mensen sneller op Celine Dion neerkijken. Of Celine Dion-fans. Ja. Dan bijvoorbeeld op voetbalfans. Als we mannen zien huilen, hangt wanneer van Ajax de persoon heeft, af. Hangt van de persoon af. Jij kijkt erop neer, ik niet. Dit laat ik bij jou. Ja, oké. Nee, maar ik heb het idee dat als we mannen zien huilen om Ajax, dat meer geaccepteerd is dan als we mannen dan wel vrouwen zien huilen bij Celine Dion. Ik denk dat er stiekem veel meer fandom om ons heen is. Als je echt gaat nadenken, oh ja, die man, die oom van mij, die gek is van Neil Young en die alle LP's heeft staan en ook nog de reisjes voor heeft gemaakt, dan is het helemaal niet zo iets uitzonderlijks. Niet. Ja, ik weet gewoon nog dat ik elke dag wakker werd en dat ik dan dacht, oh, no doubt is in mijn leven. Nu ga ik weer, ja. Oh, dat is echt zingeving, zoals je het nu zegt. Ja, ik ken het ook heel goed. Ik was dan geen fan van Celine Dion. Maar dat was echt, we hebben echt 2 jaar of 3 jaar wel heftig beleefd. Maar dat je wakker wordt en blij wordt dat no doubt in je leven is. Ja, echt verliefdheid. Een soort verliefdheids... Wacht even, voordat je meteen weer de analyse inschiet, laten we even bij het gevoel blijven. Ja, en vooral wat er niet gebeurt. Ze raken elkaar niet. Ik wilde eigenlijk vragen van wat ging er door je hoofd, maar misschien ging er ook wel iets door je buik of lager. Ik weet niet hoe. Ja, ik denk door mijn hele lichaam. Niemand op mijn school wist ik van dat hij homoseksueel was. Er waren natuurlijk hartstikke veel, want volgens sommige onderzoeken 1 op de 10. Nou, er moeten er 10 zijn geweest, er was niemand. Dus het voelt bijna als, nou, ik ben blauw en iedereen is rood. Iedereen om me heen is de hele tijd rood. En ik denk, hé, ik ben blauw, hoe kan dat nou? Zouden er andere mensen blauw zijn? Nou, iedereen is rood, weet je wat, ik doe lange mouwen aan. Dan zie je niet meer dat ik blauw ben. En op een dag loopt er in een televisieserie, misschien wel jouw favoriete televisieserie, of je hebt ervan gehoord, zoals in mijn geval, in die serie zit een blauw personage. Ja. Wanneer je verliefd bent, of net verlaten, zoals deze jongen, koppel je eigenlijk je gemoed met een soort grote slang aan het gemoed van een ander. Van degene waar je verliefd op bent of degene die je heeft verlaten. Als die ander twijfelt over jou of in het algemeen, ga jij twijfelen. Is die ander boos, word jij verdrietig of angstig? Is die ander aardig tegen je? Leef je op. Leef je op. Eigenlijk heel onveilig. Je bent chronisch ziek. Ja. Je hebt EDS, een bindweefselaandoening. Ja, de banden die mijn gewrichten bij elkaar zouden moeten houden, die zijn te slap. En daarom nemen de spieren om die banden heel veel werk over. En dat zorgt voor chronisch pijn en allerlei soorten pijn. Dus dat kan gaan van een blessure, omdat ik te lang in een houding heb gezeten of omdat ik te lang heb gestaan. 3 uur in een tv-programma. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Kijk, nu zit ik vol adrenaline, want we zijn het gesprek aan het voeren en het is spannend en ik heb koffie en ik heb pijnstillers. Dus nu voel ik dat niet per se, maar ik ga morgen niet heel veel dingen doen. Pijn hebben is gewoon heel erg naar. En als ik heel veel pijn heb, dan is dat de oorzaak van het verdriet. Van en ook dat probeer ik dan weer mezelf te vertellen. Oh, maar het is niet zo. Stel je voor dat je pijn niet erg vond. Ja, dan is het helemaal opgelost. Hoe minder we over een aandoening weten, hoe sneller we geneigd zijn om de symptomen ervan aan karakter toe te schrijven. Dus dat gold voor kanker in de jaren 70, dat gold voor AIDS in de jaren 90. En ik denk dat dat nog steeds relevant is wanneer we het hebben over een deel, als niet alle, van die chronische aandoeningen. En waar ik heel erg van geschrokken ben, en ik merk dat het me nu nog steeds boos maakt, is dat ik 2 keer tegenover een arts heb gezeten en heb gevraagd, dat was een fysiotherapeut en een ergotherapeut, zou het geen fibromyalgie kunnen zijn? Mm-hmm. En 2 keer heb ik gehoord, nee, want jouw persoonlijkheid is daar veel te sterk voor. En aan de ene kant is het een compliment. Maar het zegt iets over die hele groep. Die groep wordt weggezet. Hoe doseer jij je klagen? Ja, ik vind dat heel moeilijk. Ik vind het heel erg een op een koord dansen. In hoeverre ik mijn pijn bij anderen leg, bij mijn partner leg of bij vrienden leg. Hoeveel ik vertel over hoe ik me op dat moment voel. Op een gegeven moment is dat te veel. Je kan er ook te veel van delen. Maar als je niks deelt,
dan ontstaat er natuurlijk een afstand tussen jou en die buitenwereld die dat niet voelt. En wat doet het als je het te lang bij je houdt, als je het niet zegt? Ja, ik denk dat er wel periodes zijn. Ja, dat maakt wel eenzaam. Ja. Wat hoop je over te brengen? Oh, nu stuur ik je trouwens heel erg dat je een heel positief antwoord moet geven. Maar dat hoeft helemaal niet. Nee. Je moet gewoon de waarheid zeggen. Nou, ik vind het grootste compliment als iemand mij schrijft of vertelt, ja, dat hij zich getroost voelt en gezien voelt. En ik denk dat gezien voelen en getroost voelen bijna dezelfde dingen zijn. En als iemand mij dat zegt, dan doet dat me heel, heel erg veel. Dat vind ik heel bijzonder, als een verzonnen verhaal dat kan doen. Mooi is dat, want een van mijn lievelingszinnen uit een van jouw boeken is: liefde is gekend worden. Ja. En dat is eigenlijk precies nu wat je zegt. Ja, ja. Ja. Dit was Zomergasten in 5 minuten. Wil je ook andere afleveringen zien? Klik dan op de playlist en abonneer je op het kanaal van de VPRO om niks te missen.